winter storms affecting millions of people. Turnout of the dangerous storm barreling across the country, threatening to hit millions with severe weather. That dangerous storm moving across the country, bringing heavy snow to the west, and is now targeting the Midwest and Northeast. Noveer waait dit seizoen weg. Kou, regen, wind, extreemfactoren gaan de kandidaten uittesten. Na een groepsopdracht van 2 tegen 2 wordt in de individuele proef uitgemaakt wie de verliezer wordt en wie de veer krijgt. Kandidaten, bij hagel, regen of sneeuw kan je een paraplu gebruiken, hè, om niet nat te worden. En omdat jullie niet zo bekend zijn met nattigheid, wil ik een romantische uitdaging aan jullie geven. Jullie mogen namelijk samen onder de paraplu. En als jullie samen onder die paraplu gaan, krijg je 15 waterballonnen afgevuurd op jullie paraplu. Eentje houdt de paraplu vast en de andere probeert deze waterballon of het water op te vangen. Diegene die het meeste water in zijn emmer heeft, wint. En degene die het dus minste heeft, mag zich opmaken voor de individuele proef. Succes, hè? Nou, oh, dat is spannend, zeg. Oh. Zo, ik ga even meten. Zo, nou. Oh. Nou, wel 2 centimeter. Hier 5 centimeter is rood. Heeft gewonnen. Ja. Oh, wat erg. Oh, wat vernedering. Oh. Ja. Ze deden nog allemaal stoer, wat zijn ze voor? Oh, van tevoren, ja. De mentaliteit. Ja, mentaliteit. Ja, jullie hebben geen mentaliteit, wij wel. Wij gaan winnen. En diegene die 2 weken van tevoren had allemaal zei dat hij ging verliezen, die heeft nu verloren. Dat is een peertje. Oh, wacht, nee, ga ik nog niet zeggen, dat weet ze nog. Jij weet het nog helemaal niet. Dus, ja. Ja. Oh, kut, sorry, we hebben verloren. Ja, we hebben verloren. En dan gaan ze nog geen stoel op doen, we hebben een goede tactiek. We waren ze eerst hebben letterlijk precies hetzelfde gedaan als wat wij gedaan hebben. Slaat nergens op wat ze zeggen. Bij ons was de wind iets harder gewoon. Precies. Maar ik deed wel goed je best met vangen. Alleen soms liep ik net iets te ver de andere kant op. Ja, of het lag aan de gooien. Kan ook. Dat denk ik. Het lag aan de gooien. Ja. We zaten hier net niet goed het gooien. Nee. In ons. Doorgestoken kaart, jongens. Inderdaad. Corruptie. Kandidaten. Hè, vangen gingen jullie niet zo goed af en op zich. Ja. Het is ook niet het ergste van de wereld, alleen dan denk je, volgende ronde, nieuwe kansen, hè? Ja! Ja. We doen het nog een stukje erger, dat vangen. Dus, dat gaat echt één grote ellende worden. Want jullie moeten namelijk proberen zoveel mogelijk confetti op te vangen met deze wind. En dan krijgen jullie alleen een klein soort van zeefje, vergietje, klein netje voor. Wie het meeste gram in zijn emmer krijgt, die wint. De andere, die mag zich één met de natuur noemen. Oh, nee. Hey, goed lukken, hè?
Nou, even kijken. Nou, je kan toch zeggen dat het veld eerder iets heeft opgevangen dan jullie. Is niet erg. Jullie waren echt één met de natuur. En ik kan wel gaan meten. Maar... nou, meten is een beetje onnodig. Kijk, jij hebt nog echt wat erin zitten. Een stuk of 12 stukjes. Ja, ik ga daar weer over beginnen. Dus Jelle, jij mag je vast gaan opmaken voor een één met de natuur. Baby! Ja, gewonnen! Zeker, het scheelt er niet veel, maar geluk. Meer dan dat kan ik er niet van maken, want zo goed was het niet. Wat ging er fout bij deze proef? Te veel wind en te kleine opvangbakjes, denk ik. Jelle, één met de natuur. Nou, we beginnen makkelijk bij Noveer dit seizoen. Hè? En als je denkt aan de herfst, aan storm, dan denk je aan? Aan de herfst, aan de storm, dan denk ik aan het bos. Aan het bos, heel goed. Lekker rondjes lopen in het bos. Nou ja, dat doe jij, ja, ik niet, maar precies, ja. Ik ga, nee, nou maar. Maar kijk, ik heb geknutseld. Oh. Een blad. Ik heb een blad gemaakt. Oh ja, ik heb niet geknutseld, ik heb laten knutselen, maar... Zo. Zo, hou maar vast. Jij gaat zo eventjes even iets mooier het tenuutje eronder aantrekken. En dan krijg je dit aan. En dan is het de bedoeling dat jij even een verhaal gaat vertellen over de storm. Op de autocue. Daar staat hij als blaadje, zeiden. Ah, je hebt helemaal niet koud. Dat kan niet anders. Nee. Oké, je krijgt een autocue tekst, die zet ik daaronder. Jij moet hem doen, ja? Oké, luister, ja? Oké, goed zo. 3, 2, 1, je mag beginnen. Alle blaadjes van de bomen spieren en zwaaien. Alle blaadjes van de bomen vallen op de grond. Alle blaadjes van de bomen vangen veel water. Kutzooi, fucking koud. Iedere keer die eerste verlies ik iedere keer, hè. Het blaadje was echt fucking koud. Niet normaal. Vorige twee seizoenen ook iedere keer de eerste verloren. Dit jaar weer. Oh, afgrijzelijk. Wat ga je volgende keer beter doen? Ik ga de volgende keer denk ik gewoon vals spelen. Ik denk dat het beter werkt. Maar niet uit hoe ik win, als ik maar weer ga winnen. Ik kan er echt niet tegen dat ik iedere keer weer verlies. Zo, waren jullie bijna weg. Dit seizoen is echt een stormseizoen. En die andere was natuurlijk een wildseizoen en een zomerseizoen. Die kan je daar zien. En andere filmpjes kan je daar zien. En like en comment en je weet hoe dat werkt. Volg ons ook nog op Instagram. Jelle.metcap, Danny.metcap, metcap.official en nog vele andere. Maar kijk dat verhaal daar. Tot dan, hè.